Dus als je aan het presenteren bent, dan is dit hoe de deelnemers jou zien. Hoi, ik ben Timon van Time to Guide en er zijn weer een aantal leuke nieuwe functies bijgekomen in Microsoft Teams. Want voorheen was het namelijk al mogelijk om jezelf voor je scherm neer te zetten, voor je presentatie. Het is nu mogelijk om jezelf naast je presentatie neer te zetten en je kan jezelf uitgeknipt naast je presentatie neerzetten. En hoe dat precies werkt, ga ik laten zien in deze video. En abonneer even op ons YouTube kanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe functies in Microsoft Teams. En dan ga ik nu laten zien hoe je de nieuwe functie kan gebruiken. Zoals je ziet zit ik in een vergadering in Microsoft Teams. En als ik klik op scherm delen, dan zie ik hieronder staan presentatormodus. En als je klikt op alleen inhoud, dan deel je scherm gewoon zoals je dat altijd doet. Gewoon de standaard optie. Maar je kan jezelf nu dus ook voor je scherm neerzetten. Dat hebben we ook in een andere video uitgelegd. Kijk die ook zeker een keertje. Ik zet de link even in de beschrijving. Als ik nou klik op inhoud delen op achtergrond en ik deel vervolgens mijn PowerPoint presentatie. Dan zie je dus dat je voor je presentatie komt te staan. Dit venster wat ik hier heb, dat geeft aan hoe jij zichtbaar bent voor de deelnemers in de vergadering. Dus ik zie mezelf hier dus voor de presentatie staan en ik kan ook dingen aanwijzen. Maar deze functie die was er dus al eventjes. En er is nu een nieuwe functie bijgekomen. Dus ik ga weer even klikken op schermdelen stoppen. En dan klik ik nog een keer op schermdelen. En dan kies ik voor naast elkaar. En dan vervolgens weer het venster van mijn presentatie. En wat je nu ziet is dat je dus naast je presentatie komt te staan. Dus als jij aan het presenteren bent, dan is dit hoe de deelnemers jou zien. Dus supermooi naast je presentatie. Nou, ik ga weer even klikken op schermdelen stoppen. Dan hebben we dus nu ook weer een andere nieuwe optie en die heet Reporter. En die staat weer onder presentatiemodus. Dus ik klik daar nu eventjes op en dan deel ik vervolgens weer mijn PowerPoint presentatie. En met Reporter is jouw gezicht uitgesneden en ben je ook nog groter in beeld. En staat de presentatie ook weer naast je. En dit is bijvoorbeeld een hele handige optie als je een beetje een rommelige achtergrond hebt. Of als je wilt dat de deelnemers jou dus nog groter zien. En nou, dit venster, ja, je ziet het ook weer. Ik heb hier ook een achtergrond en weer mooi de presentatie naast me. En die achtergrond die je hier zo ziet, dat zijn dus een soort van blokken. Die achtergrond kan je ook weer aanpassen. Dus ik klik nu eventjes op schermdelen stoppen. En dan ga ik weer even naar delen. En dan zie je hier een knop staan aanpassen. Dus je kan ook kiezen voor een andere achtergrond, bijvoorbeeld deze. En dan wil ik ook nog eventjes aangeven dat presentatormodus alleen maar werkt met scherm of venster. Dus je kan of je volledige bureaublad delen, dan gebruik je dus de optie scherm. Of je kan je venster delen en dan deel je alleen maar dat specifieke venster. En ik ga nu weer eventjes het venster delen van de presentatie en dan kies ik weer voor reporter onder presentatormodus. En dan dus de presentatie hier zo. Kijk, en nu zie je dus dat die achtergrond hè, die we eerder zagen met die blokken, is dus nu veranderd in de achtergrond die ik net heb gekozen. En ik zal het eventjes groter maken. Dit is dus weer hoe de deelnemers jou zien. Als we jouw bedrijf nou verder kunnen helpen bij het gebruik van Microsoft Teams, dan kan je zeker even contact opnemen. We organiseren trainingen over Teams en ook over andere bedrijfssoftware. En we kunnen jullie ook daarin adviseren. Klik even op abonneren om op de hoogte te blijven van dit soort video's. En dan zie ik je heel graag weer bij de volgende video. Weet alles over online met Time to Guide. Wordt een digitale mastermind met